Altijd wanneer jij wint een wedstrijd, altijd is jij hebt een beter gevoel en deze is normaal en wij proberen altijd dat wij hebben deze gevoel overwinning. Ja, wat heb je het meest gevoeld? Opluchting, dat jullie weer de goede weg inslaan? Of wat voel je het meest? Ja, ik denk samenwerking. Mentaliteit was goed en deze wij moeten hebben. En ik denk deze was goed voor onze team. En ik denk deze was wij doorgaan voor elke mensen hebben fight, goede fight en Spirit. spirit. En deze was het meest belangrijk, ik denk. Van de Beek, steekballetje, net niet, weer een voet ertussen, kan het nog. En daar is de goal voor Ajax. Tadic. Ja, altijd wanneer jij wint een wedstrijd, jij hebt meer vertrouwen. En speciaal, wij hebben 5 wedstrijden, 4 verloren. En deze is niet mogelijk voor Ajax. En dan was een beetje anders voor ons. En deze wedstrijd is echt belangrijk voor ons. En wij moeten gaan naar volgende. Jullie leken eigenlijk wel zo'n doelpunt nodig te hebben. Heel vaak kwamen jullie natuurlijk achter, nu kwamen jullie voor. En toen ging het lopen. Was dat het grote verschil tussen nu Heerenveen en bijvoorbeeld AZ en al die andere Ja, wedstrijden? ik denk ja. Wanneer jij bent altijd 1-0 achter, dan is de wedstrijd different. Dan is het altijd moeilijk en jij push, maar soms jij niet maakt goede keuze. Altijd is beter wanneer het is 0-0 en dan jij kan maken betere keuzes en dan jij niet push te veel en dan jij komt in jouw opbouw en in elk aspect beter en dan wanneer jij hebt 1-0 dan is het anders. Juist nu moeten de leiders opstaan en juist daarom was het voor Tadic fijn dat hij als aanvoerder zijn ploeg de weg wees in Heerenveen. Ja, altijd in een moeilijke periode. Leiders moeten opstaan. En ik denk wij doen deze. En wij moeten doen deze in de laatste 9 wedstrijden, onze finals. Ik denk deze maakt goed. Maar wij moeten hebben elke mensen samen. En deze is het meest belangrijk. Wij zijn sterk. Onze ploeg is sterk. Maar wij moeten doen dingen samen. Tot december wij spelen goede voetbal, de chemistry was goed en nu wij moeten proberen samen doen en dan deze chemistry komt. Voelt het nu dat er een streep onder staat, onder die slechte periode, door de overwinning? Heb je het gevoel dat die periode nu achter jullie ligt en dat jullie echt weer, nou ja, als een team vooruit kunnen? Ik denk. Maar altijd jij moet winnen wedstrijden en speciaal wanneer jij zijn Ajax, wij zijn Ajax en dan wij willen winnen elke wedstrijd en wanneer jij verloor 1 wedstrijd dan is het niet mogelijk en speciaal jij verloor 4 wedstrijden, deze is echt niet mogelijk en dan wij moeten kijken naar wedstrijd en wedstrijd en wij moeten doen alles dat wij zijn proberen 100% voor elke wedstrijd en wil winnen elke wedstrijd. Wanneer de volgende wedstrijden zijn is dus onduidelijk. Tot en met 31 maart zullen Tadic en zijn team niet in actie komen. Maar het doel voor de laatste 9 competitieduels die nog op de rol staan is wel duidelijk. 9 wedstrijden, 9 finales voor ons. En wij moeten proberen elke wedstrijd geven alles. En over deze alles. Wij moeten doen deze en wij willen kampioen worden. Wij willen pak schaal en ik hoop zo. Nou, wat moet er beter nog? Wat zijn de volgende stappen die gemaakt moeten worden? Ja, ik denk in deze fase meestal is het belangrijk. Wij hebben goede spirit. Wij doen dingen samen en deze is het meest belangrijk. En dan wij komen in onze wedstrijd. Tegenstanders altijd tegen ons willen scoren in counter situatie of set pieces. En dan wij moeten proberen stoppen deze en dat is het.